Jongeman, mag ik jou iets zeggen? Ik ben ambtenaar in functie. En een ambtenaar hinderen in het uitoefenen van zijn functie strafbaar. Ja. Weet u komt wel uitermate ongelegen. Ja, ongelegen. Maar niet voor... Hier zit het in, de opdracht. Ik moet meneer Kans spreken in opdracht van CRM. In opdracht van de minister. En dat wilt u dan zeggen van niet? Ik dus, heb met u dus u moet voor de minister nu vlak voor de opname nog naar... Ja, en vlug ook nog. Nou, ogenblikje dan, dan zal ik u even... Ik kan u zeggen, ik kan mij legitimeren, maar dat is... Van Puthoof is de naam. Van dat Puthoof. Zegt u, ja, dat zegt u misschien wel wat. Dat, ja, praat u niet door mij heen voortdurend. Dat zegt meneer, u wel zitten, wat. Gigantische dat van Puthoof zit de laatste tijd zeer in het nieuws en dat hoorde u te weten. En ik ga nu naar meneer Kant. Komt u dan maar mee, denkt u aan de kabels en houdt u... Ik ga dan nog een keer en over de boel struikelen. Een rottheater, met ze zetten de krukken voor u. Ja? Ja, het is de. De naam was van Puthoven. Zegt u niks misschien? Ik ben van CRM. Ik heb toestemming van uw eigen mensen om u... U bent de heer Kan? Ja, ik dacht wel. Ik ben van CRM. Wij hebben hele druk werk. En ik zit op een van de drukste departementen. Ik geef het u maar even aan. Die in Nederland heeft. En dan gaan ze die namen nog veranderen. En dan word je er helemaal... Nou, ik mag wel zeggen tureluurs. Het is geen mooi woord, maar ik mag het wel zeggen. Tureluurs word ik ervan, meneer Kan. En ik heb een onaangename mededeling. En ik... Mag ik even erbij gaan zitten? Ik wil u het volgende namelijk even voor... Ik neem aan dat u dat de voorstelling binnen afzienbare tijd nu gaat beginnen. Dan wil ik u onder uw aandacht brengen dat de regels waaraan ik mij ook als ambtenaar heb te houden, zijn bij ons veranderd. Dat is ook de reden dat ik vanavond in de zaal aanwezig zal zijn. Ik ben in de zaal aanwezig, niet om mij te amuseren, maar omdat ik een opdracht heb, een onaangename opdracht, ik laat me te goed, ik begrijp het. Ik heb een onaangename opdracht. En die luidt als volgt, en er zijn nieuwe stelregels bij ons gekomen. Deze houden in, ik breng u het over als ambtenaar, niet als Van Puthoven, dat u daar rekening mee houdt. Die houden in dat er... in geen enkele voorstelling van cabaret of van toneel of van opera reclame mag worden gemaakt voor een artiest of een artikel. Nimport wat. Doesn't matter, zoals de Engelsen zeggen. Doesn't matter what. Want dan kunnen wij niet meer volstaan met een berisping of een uitbrander. Of inhouden van zendtijd, want dat is waardeloos gebleken in de praktijk. Wij moeten iets anders doen. De voorstelling, en dat moet ik u onder ogen brengen, wordt gestopt. Wordt gestopt. Dat is mooi. Ik moet u helemaal eerlijk zeggen dat als wij, als er zo'n... leuk is dat. Het is aardig. Mag ik het even? Het is, maak hem even. Wat is dit? Och. Is dat uw vrouw? Ja, die is klein, dat kun je zien. Zie wel, kijk. Als je dat vergelijkt, dan zie je dat het kleiner is. Dat is zo mooi. Wim Kan, oudejaarsavond, 1902. Is dat de grammofoonplaat ervan? Ja, wat dacht u dan dat was? Dat is de grammofoonplaat ervan. Komt die in de handel? Ja, dat is de bedoeling, ja. En wanneer is die in de handel? Even kijken, die komt maandag 3 januari, als het allemaal goed loopt. Dan ligt hij bij de... in de winkels moet hij liggen. Maandag 3 januari, ja. Hoe dan al?
Dat, wat gaat dat ongeveer kosten? Die gaat ongeveer kosten 20,95 gulden. Dat is niet zoveel geld. Ik vind het zelf ook niet duur, Rood. Ik zie alle moeite die daar aan is besteed. Zou het moeilijk zijn om mij op een lijst op te geven dat ik niet achter het net vis? Want ik ben geen erge ellebogenman. Ik ben niet een man die me dan in winkels naar voren drinkt of zo. Dat ben ik niet gewend. Ik ben een gewone van Puthoven. ik ben eenvoudig in die dingen. Dan zou ik het leuk vinden als u mij dat zo'n plaat kan bezorgen. Of kan ik hem al mee? Dus, weet... Oh. U gaat nu de voorstelling spelen en daar wordt de plaat van gemaakt. Natuurlijk. Zo, dat is mooi. Oudejaarsavond. Wij worden zo fout beoordeeld. Ik was, meneer Kant. Mensen denken, ach, mensen blijven mensen. Ze denken dat wij ambtenaren geen gevoel hebben. Weet u dat Oudejaarsavond het enige feest was wat bij ons werd gevierd, weet u dat? Mijn vader aan de vleugel. En dan speelde mijn vader. Ik hoor het nog voor me. Uren, dagen, maanden, jaren vliegen als een schaduw heen. En mijn moeder barstte altijd in snikken uit als hij dat speelde. Die begon te snikken. Maar het was ook, als ik dat, een stukje stond er op de piano, ik zal het nooit vergeten, iets met een kaarsje. Dat weet ik nog niet zeker meer, maar ik zal het nooit vergeten. En dat speelde mijn vader, met rechte rug zat hij aan de piano. En dan speelde hij dat, hè. Prachtig lied. Wij zijn niet gelovig, maar vroom. En dan speelde dat zo prachtig. Uren, dagen. Twee zwarte silhouetten, twee schimmen in de nacht, twee onbekende mensen in de oudejaarsnacht. Ze zouden het gaan vieren bij Jan Terlouw aan het hof. Dat was al afgesproken voor de grote catastrof. Nou, het anders is gelopen, wat niemand had voorspeld. Nou hebben ze vanavond bij Ed Nijpels aangebeld. Voor een klein, leuk souper, maar ja, met spik en vorkje mee. De tijd komt met wat mensen, gelukkig nieuwjaar wensen. Dan hebben weer twee mensen van een afspraak spijt.